Ja, ik ben Diederik Aten. Ik ben als historicus verbonden aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. En als gastconservator gevraagd door het Rijksmuseum om deze tentoonstelling te maken. En de Beemster bestaat dit jaar 400 jaar, 1612-2012. En dat was de aanleiding voor deze tentoonstelling. En er zijn een aantal topstukken te zien uit de geschiedenis van de Beemster. En de nadruk in deze tentoonstelling ligt op de droogmaking, want dat wordt dit jaar herdacht.